Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Road to Life Nuclear aflevering hier op mijn kanaal Jaraske Gaming. Vandaag spelen wij een Ground War Dominator potje op map Jemen. En we gaan natuurlijk kijken wat wij in dit potje kunnen gaan verrichten. We hebben natuurlijk de nuclear nodig. Het zijn 30 kills achter elkaar zonder dood te gaan. En ik hoop natuurlijk dat het gaat lukken. Het is op de map Jemen natuurlijk, zoals je rechtsbovenin kan zien. En we gaan kijken of het gaat lukken. Man, ik pak ten eerste... ik ga een keer een andere... route lopen. Ik zie namelijk soms mensen op deze manier lopen en dan pakken ze hier een wapen vast en dan halen ze hier meteen gewoon een... Oké, het werkt bij iedereen behalve bij mij. Yep, oké. Waarom werkt het bij iedereen behalve mij? Echt waar, jongen. Oh, ik heb ze alle twee geraakt, alleen... Ze kunnen niet doen, en als ze niet doen kan, dan ga je die... Huppatee, nu heb ik ze wel. Dan ga je die kills ook niet krijgen. Oké, kijk. Dat was dus eigenlijk de bedoeling, net al. Alleen, het ging niet helemaal vlekkeloos. Alleen, deze keer hadden we ze wel. Dan komen ze waarschijnlijk hier weer aankakken. Ja hoor. Ja hoor, weer met z'n tweeën. Hoppatee. En er liep er nog één. Dus ik ga snel naar boven. Snel naar boven. Dat is 3. Dat is 4. Ze kijken wel goed op een minimap, man. Niet normaal. Hoppatee. Die gaat campieren met zijn pauze in Betty. Hop. Laat hem lekker nog ontploffen, joh. Waarom niet? Hop. Die komt ook nog even naar binnen gassen. Hop. Die komt ook nog even naar binnen gassen. Nou, ga ze door, jongens. Ja, jij gaat de verkeerde kant op. En nee, dat waren te veel. Ik heb nu al mijn orbital, hè. In 1 minuut. Dat waren er een beetje te veel daarom. Maar we hebben onze orbital al. Het is wel een beetje jammer dat we 3 vlaggen op dit moment hebben. Want daardoor gaat het potje natuurlijk sneller afgelopen zijn. En daardoor gaan de spawns ook kut doen, waardoor ze aan 2 kanten gaan spannen. Ik vind dat een hitmarker. Helaas voor hem. Maar chill voor mij. Ik ga er gewoon tempo in bouwen, man. Ik denk dat dit zo'n potje is waar je er gewoon tempo in moet gaan bouwen. Oké, gewoon tempo. Tempo. Dat wordt de tactiek van vandaag. Dus je kan zien, zitten we alweer in hun span. Dus ik hoop dat dat... goede tactiek is, want anders gaat het hier niet goed aflopen. Let's go. Pak die A-vlag maar weer, want we hebben tempo vandaag. Komt er hierin aan. Let's go. Oké, ik heb weer een nieuwe orbital nu al. Oh, wat de heck? Waar komt die vandaan? Even zonder grap, waar komt deze granaat vandaan? Er zit hier namelijk helemaal niemand bij me in de buurt. En toch lag er een granaat onder mijn voet. Gelukkig had ik flagcheck, man. Anders was ik echt daar dood gegaan. Let's go. Tempo, jongens. Kom op. Kut. Dankjewel dat jij niet zit op te letten. En dankjewel dat jij ook niet aan het opletten bent. Zo, 3 voor de prijs van 1. Count UAV. UAV. Inzoomen maar. En schieten maar. En... shit. Als die stun er niet had gelegen, jongen. Ik had... Nee, teammate heeft een fucking loadstar. Oké, de enemies gaan race quit. Ik ga het nu alvast zeggen. Ik zeg het alvast voordat ze race quit en hebben swarm. Hoe heeft hij die streaks gehaald? Door mijn orbital. En wat ik al echt gewoon jaren zeg. En dan gaan ze weer race quitten. Wat ik al jaren zeg tegen Call of Duty. En hij heeft ook nog eens dogs. Rondop, joh. Wat ik al jaren zeg tegen Call of Duty is: maak een UAV. Een personal UAV. Wat daar namelijk mee gebeurt. En daar word ik nog gekillsteeld ook. Wat daar namelijk mee gebeurt is: als je dan een UAV inroept, dan ben jij van je hele team de enige die hem op de minimap te zien krijgt. Want. Wat er nu weer is gebeurd is, ik heb in de eerste minuut heb ik mijn orbital gehaald. Nou ja, leuk. Super chill. Mijn teammate gaat via mijn orbital zijn fucking streaks halen. Waardoor nu alle enemies race kit, waardoor wij nu niks meer kunnen doen. En dat is zo fucking irritant aan gewoon UAV streaks. Want het helpt niet alleen jezelf, maar je hele team krijgt de UAV. En... what the fuck, man. En ja, ik vind dat gewoon kut, man. Een personal UAV is eigenlijk ook kut. Want de slechte mensen in je team, die kunnen dan niet profiteren van je UAV. Maar wat je dan moet doen is, je moet een normale UAV aan kunnen zetten. En je moet een personal UAV aan kunnen zetten. En als ze dat in Call of Duty brengen, dan zal je zien dat er veel minder hoge streaks worden gehaald. Want het is gewoon kak. Ik haal mijn streaks. Ik haal mijn orbital. En doordat ik mijn orbital haal, halen mijn teammates hun hoge irritante klote streaks. Waardoor ik gewoon slechter ga. Dus het is gewoon echt, als je dat rolletje gaat draaien, genijt. Dat is gewoon het definitieve antwoord. Het is gewoon genijt. Voor de persoon die als eerste orbital haalt. Maar ja, weet je, dat speelt al jaren in Black Ops 2. En de eerste ronde zit er nu gelukkig bijna op, want dan kunnen we de tweede ronde weer gekrallen. Er zitten nog genoeg enemies in, zoals je kan zien. En nu halen nog meer mensen een orbital, dat is goed gedaan. Nu kan ik er ook van profiteren. Alleen, ja, voor mij hebben ze geen last als ik ervan profiteer. Want dan krijgen ze alleen maar nog meer support streaks in de lucht gaan. Dus voor mij hebben ze geen last ervan. Alleen, als ze swarms en alles ervoor gaan inroepen, dan heb je er wel last van. Want dat is echt irritant gewoon. Deze vent naar boven of beneden? Hij zit boven. Oké, thanks. Oh, er komt er hier nog een beneden. Hij is aan de kant, jongens. Is mijn kill.
Thank you. Hoop ik niet dat ze hier spannen. Nee, oké, nice. Je weet maar nooit met het spannensysteem in Black Ops 2. Soms spannen ze in één keer naast je en soms spannen ze 3000 meter aan de andere kant van de map. Ik loop even langs die fan, want ik heb nog 10 seconden om deze gozer te killen. Oh, wat de heck, waar zit hij dan? Oh, hier joh. Hallo vriend met je vieze headcliss. Ja, die headcliss ken ik even. En kut, nu hebben we geen UAV meer, niks meer. Even blijven wachten en klok. Oké, we staan 35 op 5. We zitten ongeveer op een 6 kunsten die ik denk ik. Dus we hebben nog 24 kills nodig op dit leven. Zoals je kan zien, er zitten er nog 7 enemies in. Maar we zitten al op heel veel punten van dit domination potje, omdat we deze 3 vlag hadden. Dus dit potje gaat nog ongeveer, als ik het zo snel uitreken, denk ik 2,5 minuut duren. Dus we hebben ook nog 2,5 minuut om deze streak te kunnen voltooien. Ik heb een count UAV, ik heb een UAV. Ik pak de... Nee, wacht, we proberen de tactiek nog een keer uit, wacht maar. Net gingen we via de andere kant ook, als het deze keer wel lukt dan komt het goed man. Even kijken, dan loopt niemand als het goed is. Je weet niet of ze ghost hebben, dus ik ga even ingezond lopen. Komen ze. Dat is 1. En mijn tactiek heeft gewerkt, dankjewel. Deze keer lukte die wel, jongens. Dankjewel. Oké, dan blijf hier even campen, even die headcrush pakken hier, oh. Ik sta achter de muur! Ja, hey. Soms, jongen. En heb hij weer een swarm. Oké, dit is een potje waar het niet meer in gaat lukken, jongens. Want hij heeft nu weer een swarm, weer een canine unit. Dus dit gaat niet meer werken. Ik kan hem nu niet meer halen doordat mijn teammate die klote streaks heeft gehaald. Kut, man. Het was een goed potje, hoor. Het was echt een chill potje. Alleen het is jammer dat mensen nog zulke hoge streaks aan hebben staan. Maar ja. Ze dat willen, dan moeten ze doen, weet je. Je kan het ze niet verbieden. Het hoort in het spel. Het is alleen een beetje jammer dat ze het nog aan hebben staan. Hier ligt sowieso een buis in Betty. Nee? Oh, zo? Ben je vergeten neer te leggen, jongetje? Heb je namelijk wel eens. Nou, swarmkill stilt weer alles. Oh, man. Ik haat die dingen zo hard, hè, die swarms. Ik haast als ik tegen me krijg, maar ik haast ook als mijn teammates hem hebben. Is er hier nog eentje te campen of is die ook al dood? Oh, oké, die is ook al dood. Die is ook al dood. Punt is nu ook, je weet niet meer waar ze spawnen, dus... Je kan wel leuk lekker gaan bewegen, alleen... Ze kunnen in één keer naast je staan. Er liep hier een fucking enemy. Ik hoorde hem. Ik weet niet waar hij naartoe is gegaan, maar ik hoorde hem naast me zitten, man. Die. Hup, orbital, zo. Friendly orbital VSAT online. Lig hier lekker, jongen. Nu niet meer, namelijk. UAV on standby. Zo. Heb ik hem nou? Oh. Kut. Dat is niet zo slim van je, vriend. Mag ik deze kill? Ah, nee. Ah, dat ik zat niet op te letten. Dat bedoel ik dus. Het potje duurt nog maar ongeveer 2,5 minuut. En je ziet het. Ga ik eindelijk op een lekker streakje. Is het potje afgelopen doordat we de hele 3 vlaggen hebben. En ik zat ook niet meer te letten op het score aantal. Dus ja, dit was een beetje jammer. Je ziet mijn teammate met zijn hoge streaks. Die gaat 66 om 5. En ja, hij had geprofiteerd van mijn orbital. Ik heb natuurlijk ook geprofiteerd van hem. Of van zijn orbital. Alleen ik profiteerde van zijn orbital. Waardoor ik weer een orbital haalde. En hij profiteerde van mijn orbital. Waardoor hij zijn swarm en zijn canine unit kon halen. Wat schijt irritant is om tegen je te krijgen. Maar ook met je te krijgen. Dus... Het is irritant, we kunnen er verder niks aan doen. We hebben 3 keer een merciless gehaald. Nou, bij elkaar opgeteld is dat een nuclear, alleen, ja, het zat er niet in. Dus bedankt voor het kijken, mensen. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer. We zijn over een paar dagen natuurlijk weer terug met de nieuwe aflevering. Dus tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.